ook vandaag duik ik weer het nachtleven in. En dat doe ik met een hele stapel dance classics, maar ook met een heleboel requests van de mensen hier in de Culture Club. En daarnaast ga ik ook de gasten van Mickey and Smalls aan de tand voelen. Maar beginnen doen we met een echte classic clip. Dit is Born Slippy van Underworld. Wat vind je van de muziek? Kom met deze nog een beetje rustig, begin vanavond, maar het zal straks wel zo wat loskomen, denk ik. Ik verwacht eigenlijk vooral iets van Biggie & Smalls, die draaien in Salon Rouge, subiet, om 1 uur. En daar ga ik zeker naar kijken. Na onze Belgische classic clip Strobot van Shameboy ben ik toe aan mijn gesprekje met Biggie en Smalls. Ja, de naam is mij nu compleet duidelijk geworden. Heren, hoe gaat het met jullie? Fantastisch, supergoed echt. Ongelooflijk. En met jou? Uitstekend, en de avond kan beginnen. Ja, jullie zijn eigenlijk een tamelijk nieuw DJ-duo. Hebben jullie al een vaste homebase of draaien jullie zo wat overal? Goh, dat varieert eigenlijk ongelooflijk. We spelen dus hier en daar, maar we spelen voornamelijk, het valt ons zelf op, heel veel in Decadence hier in Gent. Af en toe valt er ook een Culture Club onder, maar voornamelijk zijn het zo van die events overal een beetje. Niet echt een homebase in feite. Ja, jullie zijn eigenlijk gewoon een DJ-koppel. Hebben jullie ook een taakverdeling? Ja, uiteindelijk wel. Jeff houdt zich meer bezig met technische, met de set. En ik ben meer degene die het publiek moet entertainen. Jullie komen uit Gent en als je dan een DJ-duo bent, dan is het vergelijk met Too Many DJs en de Glimmers en zo. Ja, dat is heel snel gemaakt, hè. Zijn zij ook een bron van inspiratie voor jullie? Zeker wel, omdat dat zijn een beetje de pioniers in het vak zoals dat wij doen. Zoals dat zij gemixt hebben, tracks hebben gekozen. Daar baseren we ons nu gewoon. En zij zijn grote helden voor ons, eigenlijk. Ja, pioniers. Maar waar we eigenlijk in het begin zelf naar opkeken, waren de Duitse scene die erin voortging. Vooral met de scene van Boys Noize en zijn label. Dus vooral daarop het clichébeeld bij uitstek eigenlijk, waar dat wij ermee begonnen zijn. En nog altijd zijn we zot van Boys Noize. De zomer komt eraan en tegenwoordig krijgen DJ's op festivals zoveel meer exposure. Waar staan jullie deze zomer? Voorlopig hebben we nog niet zoveel, maar Laundry Day staat toch op de kalender. Wat dat enorm aanspreekt natuurlijk. Wat dat dik in orde is, als je het mij vraagt. Dik in orde, zeker en vast. Ja, kijken we naar uit. Heb je dan stress op voorhand? Ik ben niet echt iemand met stress en Jeff ook niet. Nee. Gewoon genieten van wat er gaat gebeuren, iets van aantrekken. En dan amuseer je wel. Ja, het is natuurlijk wel een heel groot publiek, hè. Zijn jullie dat gewend? Gewend in bepaalde mate wel. We hebben al voor een paar events gestaan. Volle Decadence, ook eens een volle Culture Club. We hebben dus gespeeld voor zo'n Giro-ding. Soirée 600, zoveel, ik weet het niet. En dat was ook 2500 man dat er stond. Wat was het? Ik denk 1964. Ik denk dat zoiets in die nacht was. Ja, dat is toch al niet slecht, hè. 2,5 jaar zijn jullie bezig. Dus houden ze, zou ik zeggen. Dank u wel. Ja, we doen enorm ons best. Ja, we vinden het gewoon ongelooflijk tof eigenlijk. We zien waar we uitkomen. Ja, voilà. En iedereen kan jullie boeken bij deze. Nu, het fijne is, als je een gesprekje met mij voert, dan mogen jullie ook een clip kiezen. Niet zomaar een clip, maar jullie meest favoriete clip aller tijden. Ik ga het aan jou vragen. Moest ik nu één kiezen uit al die jaren waar ik elektronische muziek heb leren kennen? Op mijn mensen van mijn leeftijd, waar hebben ze muziek leren kennen? The Prodigy. Eén topschijf, één naam, The Prodigy Firestarter. Echt ongelooflijk. Oké, Biggie en Smalls, jullie krijgen van mij Firestarter van The Prodigy.